Zullen we hem testen? Dit kan alleen maar fout gaan. Ik lach je nu al uit, weet je. Want? Je weet dat een redstone signaaltje niet zo lang doorgaat. Jawel. Oké, ga maar gaan. Jawel, nee, weet je wat ik me net bedenk? Het gaat hieronder allemaal vallen. Met andere woorden, het stuit het omhoog. Kijk eens achter je. Nee! Soms moet je niet zoveel praten, maar gewoon doen. Hij leeft nog! Ja, klopt. Hij leeft nog! Ik ben verbaasd! Hij leeft nog! Je wou een gekke reddingsactie en alles gaan maken voor je kanon. Ik dacht, nu gaan we het oplossen en zo en even. //tag. Wat zal ik doen? 10 up. Wel maar 2 slashen, anders werkt World Edit niet. //tag 10 up. Wow, nog meer. Ik heb 13 van die kogelplekken. Hey, kijk eens. Wacht, dan ga onderkant, andere kant ook even vullen en dan gaan we hem afsteken, oké? Oké. Okay. Hoe gaat het met die van jou? Ja, ik ga. Ja, ik probeerde die van jou ook te kopiëren, maar. Wat? Ik ga iets nieuws bedenken. Wacht maar af. Ik wacht al de hele tijd. Bram, ben je klaar voor? Ja. Zullen we een ik ga er eerst een huisje onderbouwen. Heb jij even de tijd om relaxed alles aan te pakken wat je wilt doen? Eventuele problemen kun je dan verwijderen nog. En als je nog ergens problemen mee hebt, dan... Het probleem staat hier eigenlijk voor me. Dat is jouw kanon. Ik wou van net vragen, dat is jouw kanon, maar blijkbaar nee, niet doe! Oh, wacht, ik snap hem al. Dan zet er dan op een gegeven moment gewoon een muur boven en dan gaat alles hier kolken. Niet? Oh. Een muur boven? Kolken? Laat maar. What you're talking about? Hey, tip, kopieer het huisje. Ja, ik moet heel veel kopiëren eigenlijk. Ik zou het huisje even kopiëren, scheelt je zo meteen bouwen. Ja, ik kopieer het huisje zo wel. Tadaa, zal ik het huisje anders ook dadelijk bij jou neerzetten? Nee, hoeft niet. Dan kun je jouw gigantische kracht op het huisje demonstreren. Hé, 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 hé. Wacht, ik ben geconcentreerd bezig. Niet bij mij gaan kijken trouwens. Wordt het een kanon die mijn kanon kapot schiet of wat gaat het worden? Waar zie je me voor aan? Eerlijk antwoord of beleefd antwoord? Dat is een idee, ja. Oh, nu heb ik wat uitgelokt. Maar waar ik je voor aanzie, wil je een eerlijk of een beleefd antwoord? Allebei. Nou heb je in de tang. Het beleefde, een hele aardige jongen. Het eerlijke. Volgens mij hebben we niet zo heel lang meer. Dus ja. Welke kanon? Nee, echt serieus, onze tijd zit er bijna op. Nee, joh. Het valt me wel op dat die tijd altijd op is als jij net je kanon geshowt hebt, om zo maar te zeggen. Dat is niet toevallig, maar dat is altijd zo. Wat? Je bent mij niet. We zijn klaar! Hé, hey, doet het! We zijn klaar, voor de ritmes gaat! Hé, hey, kijk eens naar dat huis. Oh, wacht, huisje kopiëren. Ja, zo werkt het wel, ja. Dat valt mij ook al op. Ik dacht ook al van, laatst van... Oeh, net als ik mijn kanon af heb, zou het wantrouwen wekken of iets? Dat had het al lang. Zag er vet uit. Copy. Hey Bram, kijk eens. Kijk eens naar het huisje. Zie je hem? Ja. Let op, nog hè. Nog wel. Kdang! Dit gaat. Helaas goed. Er is één blokje over. Dit is gewoon lulligheid op een nieuw niveau. Wat? Nou, dat er één blokje over is. Is toch goed? Eén blokje. Ja? Of een heleboel of niks. Eén blokje mag niet. Of je hebt gigantisch gefaald of je hebt gigantisch gewonnen. Maar één blokje mag niet. Dat was toch ook bij... Die kerstchallenge, had je nog één blokje en toen kom ik opeens boem 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 weg.
Ik haat die daarvoor. Zo. Dat blokje is van de aardbol verwijderd. Hoe gaat het met jouw kanon? Kijk, ik dacht als ik ze nou eerst omhoog laat schieten, dan komen ze naar beneden, maar dat werkte niet zo. Want kijk, tegen jou moest ik iets bedenken om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, daar komt niet heel veel meer in de buurt. Laten we het daarop houden. Hoe bedoel je? Ik snap je niet helemaal. Ik moet nog wat gaan bouwen als ik daarbij in de buurt wil komen. Bij deze? Ja. Ja, maar de kijkers kiezen, hè? Ja, kijk. Maar dit ging helemaal fout wat ik maakte. Ik denk het gaat via een boogje. Kijk je naar mij? Nee, ik ben die van mij aan het opblazen. Is er wat te zien dan bij die van jou? Kom dan. Heel even hoor. 1 minuutje. Nog niet eens trouwens. /stack13up. Ja, ik kom eraan. Yo, wat is er? Kijk, even de... Je weet dat het nu gewoon recht omhoog schiet, hè? Ja, ik dacht het gaat op jou een boogje en dan landt het op de grond. Ja, dat valt vies tegen. Moet je maar opletten. Nee! Oh, mijn kanon, net gespaard. Nog een keer. Nee, alsjeblieft niet. Nee, weet je wat nou handig is om te doen? Nee. /stack2. Weet je wat er dan gebeurt? Dit. Wow, doe nog eens. Dit kan maar op 1 manier fout gaan. Voordat de bovenste beneden is het tijd al om. Let op, hè. Wacht wel even. Heb je hem al gedaan? Nee. Wat wil je doen dan? Jouw kanon is kapot. Hoezo? Ongelofelijke vieze smerige lul dat je bent. Dit kan je undoen. Nee, dat kan niet. Ga je nou zeggen dat je dit gekopieerd hebt? Nee, dat heb ik niet. Ik had het huisje gekopieerd. Dit is een grap, hoop ik. Nee, dat is geen grap. Kijk, het huisje. Nee. Nee, dat is geen grap. Zeg dat dit niet waar is. Nee, dit is wel waar. Als je kan uppen, dan kan je toch ook wel palakken? Nee, ik heb /stack gedaan. Ach, dit is geen probleem. We maken 1 etage. En dan doen we gewoon stack 20 of zo. 30. Oh goed, 40. Hé, 1 etage, niet 2. Nee, dat moet. Dat hoort bij 1 etage. Kom, bouw hem even snel op. Gewoon overal redstone overheen leggen. Dus wanneer kan je niet... Ik heb weer wat geleerd. Ja, je kunt ook kopiëren plakken zonder het te kopiëren. Of te stacken zonder het te kopiëren. Ach, zo verleer je je fouten niet snel, geloof me. Nee, jij doet het denk ik niet nog eens zo fout. Hoop ik dan maar. Voor mij was het leuk. Voor jou was het leuk. Mooi. Mooi dat het tenminste nog voor jou leuk was. Dan ziet Droom zo meteen ook even weggevaagd. Hey, waarom gaat die nou niet aan? Waarom gaat deze achter hier nou niet aan? Dat snap ik niet. Welke? Daar in het midden, waarom die niet aangaat. Oh ja, dat maakt niet uit, die gaat toch wel vanzelf aan. Door de buitenste. Okay. 1 keer vullen. Deze moet je weghalen, die torch, of niet? Nee. Oh. Kijk, hier zit een lever. Dan haal je die over. En dat is uit. Zou jij hem kunnen vullen, die 2 etages? Dan ga ik de onderste laag even bouwen. Ja, die halen we gewoon weg, joh. Nee, die moet erbij. Die hoort bij het ontwerp. Oh. Anders kan die niet. Dat is namelijk een aparte laag, omdat daar de lever zit. Wow, hoe kan hier bedrock kapot zijn? Bram? Hm? Hoe kan hier bedrock kapot zijn? Hij was net zo mooi, mijn meesterwerk. En dan komt hij aan. Slecht. Je had toch wel een backup. Weet je waar jij opgeblazen, jongen? Huh? Dan is deze ene keer nog niet eens genoeg, eigenlijk. Je had toch een backup. Jongen, alsjeblieft, zeg. Kijk, ik ben klaar. Wat moet je hier nou mee, weet je? Wat moet je hier nou mee? Ik wil hem best nog een keer afsteken, hoor. Je mag dadelijk mijn lever overhalen. Als het dan fout gaat, kan ik zeggen, Bram, heb je het weer gedaan? En heb je weer een keer minder recht om mij op te blazen. Nou, moeten we het lijstje afgaan?
Kijk, mijn kanon, als jij een kanon wil afsteken, heb je een hele handleiding nodig, om het zo maar te zeggen. Nee, je haalt de lever over. Het vullen heeft wel een handleiding nodig, ja. Nee, die lever overhalen ook. Je denkt, oh, met 3 keer lukt het ook wel. Wat nou, als je hem 20 seconden langer door laat gaan, werkt het dan ook? Oké, er zijn handleidingen. En bij die van jou zit ook een handleiding. Zo? Welke kant moet ik oprennen? Nee! Kijk eens, hoe hoog gaat die worden? Eenmaal bovenaan, zou die het redden? Zou die op tijd vallen? Oké, gaat die, hè? Nou, hoop ik dat de onderste laag trouwens werkt. Ah, ik mocht hem overhalen. Nee. Ik wil al zeggen, iets klopte er niet, want hier ontplofte het, maar het viel nog steeds. Ja. Ergens gaat iets mis. Nee, dat hoort bij het ontwerp, dat je niet één gelijke explosie hebt, maar allemaal boem, 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 boem. Mm-hmm. Alleen, ik heb hem alleen zo hoog gemaakt, dat de TNT langer bezig was met vallen dan dat het kanon was, dus ja. Hoort dat echt bij het ontwerp, want je hebt nergens repeaters? Ja, omdat dat ligt aan torches. Dat hoort erbij. Echt? Maar goed, ja, mijn kanon een stuk, Brams kanon is nooit heel geweest. Gewoon triest. En je had het zo makkelijk kunnen oplossen als je gewoon in het midden de aansteker had gedaan. In het midden de TNT had neergelegd en de buitenkant zo had gedaan. Let op bij hoe we jouw kanon heel snel kunnen bouwen. Daar zetten we TNT neer. Daar zetten we TNT neer. Dit slopen we. Kun je even het water oplossen, anders ga ik zo langzaam. Ik zou de ladders als ik jou was ook slopen. Hoezo? Anders blijft het hangen. Is toch ook de bedoeling, of niet? Toch? Nee, kijk. Ja, wat moet ik zien? Nee, laat de lat... Nee, laat af, ik bouw. Nee, Bram. Wat doe je? Dit is een plus effect. Ik ben... Mijn beurt. Ik mag spelen! Van mij! Van mij! Ik ben. Oh, oké, kijk. Wow, deze rij hoort hier niet. Ik ben hem werkend aan het maken, joh. Oh, ik dacht dat je hem kapot wou maken. Ik ben hem werkend aan het maken. Dat je hem kapot wou maken. Alle ladders weg. Ja. Wil je eigen kanon opblazen of zo, echt? Nee, ik dacht dat je alles wou, dat alles op de laddertjes bleef hangen, maar geen kracht had. Nee, dat... Stop, het water heeft geen kracht tot hier. Bouw aan de andere kant dan ook even. Zo, ik heb de achterste weggehaald. Ja, dat moet je niet doen, dan heeft hij minder kracht. Dat maakt niet uit. Ik heb het op een andere manier opgelost. Ik heb er meer kracht in gepompt. Oké, let op, hè. Kijk of het zo werkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo, het vorige werkte... Hij werkte beter dan die van jou. Mijn beurt is... Deze kwam tenminste naar beneden. Mijn beurt was beter. Je kan het ook zo zien, dit is gewoon een aansteker. Aansteker van mijn kanon. Bedoel je dat te zeggen? Misschien. Wacht, kijk, nee, niet doen! Ja? Oké, laat maar, dat was het. Ik zeg allemaal hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.